We zijn vanavond bij elkaar gekomen bij het Slot Loevestein omdat we aan de vooravond staan van een groot Hugo de Groot jaar in 21. Loevestein is een rijksmuseum, maar uit het Rijksmuseum werken we ook heel sterk samen met het Vestingdriehoek. Met Altena onder andere, maar ook met de andere gemeenten. Altena is voor ons daar een belangrijke partner in. Wij roepen allerlei culturele instellingen op, die vanavond dus ook hier naartoe komen, om te praten over de mogelijkheden om aan die thema's, die vandaag ook nog relevant zijn, om daar invulling aan te geven. Dus we gaan vanavond praten van welke activiteiten zijn er mogelijk. Lezingen, theater, educatieve programma's met scholen en nog heel veel andere mogelijkheden om die te verkennen. Te kijken waar kunnen we samen met de partners, werken samen met partners, om vervolgens een heel mooi jubileumjaar neer te zetten. 400 jaar ontsnapping Hugo de Groot uit Slot Loevestein. Het Hugo de Grootjaar, nou ja, 2021, dat is al een aantal keer gezegd. Waarom? Omdat het dan precies 400 jaar geleden is dat Hugo de Groot is ontsnapt uit Slot Loevestein. En dat is wel op 22 maart gebeurd, dus dat vinden we een mooie aanleiding om dan ook het Hugo de Grootjaar feestelijk te openen. En het einde voor het Hugo de Grootjaar zal 30 oktober 2021 zijn. Omdat dat de datum is van iets minder dan 400 jaar geleden dat Hugo de Groot is bijgezet, zijn lichaam is bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Dus een aantal dingen waar ik bij stil wil staan. De website. We gaan een grote website lanceren, een speciaal voor het themajaar Hugo de Groot 2021. En op die website kan iedereen straks wat informatie vinden over Hugo de Groot, maar bovenal ook vinden wat er allemaal te doen is in dat themajaar. En dat kan hier zijn of ergens anders in het land of ergens hier in de regio. Alles komt samen op die website. Dat snap ik op zich, Loevestein. Daar heb ik gevangen gezeten en daar ben ik gelukkigerwijs uit kunnen ontsnappen, dankzij hulp van mijn vrouw Maria. Maar ik ben toch veel meer dan alleen een ontsnapping uit een kist. Weet u mijn gedachten goed? Een beetje. Nou, vertel eens. Rechten op de zee bijvoorbeeld. Rechten op de zee, heel goed. Weet u ook welk werk ik daarover geschreven heb? Moet ik eventjes googlen. Wat is dat? Op 22 maart 2021 is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot uit Slot Loevestein, het staatsgevangenis, is ontsnapt. Hugo de Groot is vooral bekend door zijn spectaculaire ontsnapping uit het gevangenis. Maar veel belangrijker is nog om stil te staan bij zijn erfgoed. En daarom vinden wij als Slot Loevestein het juist belangrijk om met dit thema aan de slag te gaan. Hugo de Groot staat voor tolerantie, hij staat voor vrijheid, hij staat voor meningsvrijheid, ook een belangrijk onderwerp voor ons. Het gaat om recht, het gaat om oorlog en vrede en dat zijn allemaal thema's die nu ook weer actueel zijn. En vandaar dat wij vinden dat in het jaar van de ontsnapping van Hugo de Groot, dat we daar ook aan die thema's heel veel aandacht aan moeten gaan besteden. We hebben 5 verschillende gesprekstafels. U heeft op uw naambordje allemaal een kleurtje. Elke tafel heeft een gespreksleider. En de bedoeling is dus dat u samen gaat discussiëren, uw ideeën met elkaar deelt, plannen die u heeft rondom het Hugo de Grootjaar. En kijkt of u daar samen wat concreter in kunt worden, of u mooie aanknopingspunten ziet voor samenwerking. En de gespreksleider zal dit ook noteren op gesprekskaarten die achteraf gedeeld zullen worden met iedereen. We roepen dus iedereen ook nog eens een keer actief op. Kom vooral met je ideeën en mogelijkheden en neem contact op, wel met je gemeente, dan wel met ons, zodat we daar goed kunnen samenwerken en een fantastisch jubileumjaar in 21 kunnen gaan organiseren. Als je het hebt over de kwaliteitstoerist of over deze dingen, dan zo'n programma kunnen we opzetten.